Ik sta hier samen met mijn zoon Rinus, met een echte Formule 1 auto en een kart. En om 3:15 geven wij een korte demonstratie en laten we iedereen een beetje meeproeven wat het is om een Formule 1 niet alleen van dichtbij te zien, maar ook te horen. We gaan een hoop herrie maken, denk ik. We gaan heel veel herrie maken. Ik heb laat begonnen. Ik heb eigenlijk nooit eerder een kans gehad. Ik ben om mijn 30e begonnen met autoracen. Ik heb nog 1 jaar of 2 jaar eigenlijk de kart ervoor. En dat is wat uit de hand gelopen. Ik ben een paar keer Nederlands kampioen geworden in de Formule Ford. 3 keer Nederlands kampioen in de NASCAR-klasse, de BRL Light Series. En dan nu rijden met het allersnelste wat er is in Formule 1. Dus jij bent begonnen op je 30e en wanneer ben jij begonnen? Ik ben begonnen op mijn 8e. Een grote racewagen en een kleine racewagen. En Marijn van Kalmthout en Rinus van Kalmthout. Een racefamilie. Dat klopt. En wat racen jullie zoal? Heel veelzijdig. Ik rij in een Formule 1 uit 1997. Is geweest van Jean Alesi. Die werd toen met het team derde van de wereld. Ik rijd in de Bosch GP-series. Dat is een klasse voor wat oudere Formule 1-auto's, champcars, Indycars. Dat is de snelste klasse van Europa. En wij rijden een internationale serie. Volgende week rijden we in België. En de week erop rijden we tijdens de Masters in Zandvoort. In Mercadet ben ik vice-kampioen geworden. In de World Formula ben ik eerst geworden. Minimax ben ik ook eerst geworden en nu sta ik ook eerst in het Nederlands kampioenschap met de junior. En wat vind je mooi aan de sport? Nou, de snelheid, de adrenaline die gewoon door je heen gaat. En is het begonnen omdat je vader het deed? Ja, eigenlijk. Mocht je wel eens meerijden? Nou, soms had hij altijd 2-persoonswagen en mocht ik wel meerijden. Dat is wel een bijzondere opvoeding krijg je dan, als je al opgroeit met hard rijden van je vader. Ja. En wat is je volgende grote prestatie? Dus Nederlands kampioen worden. En dan mag ik als jongste deelnemer meedoen met wereldkampioenschappen in New Orleans, Amerika. En je rijdt voor, voor de fabriek die ook Fernando Alonso heeft. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, dat niet. Gaat dat nog gebeuren? Ik hoop het wel. En zwaai je dan als je hem inhaalt? Ik hoop het, als ik hem inhaal.